De mensen wensen zich gezond, maar rond hun leven hangt een spinrag van onmacht met draden naar het plafond, zodat hun mond mijn spreekuur volgens afspraak volpraat. Het afscheid van dokter Rover stond al een tijd vast, maar als het puntje bij paaltje komt, is het toch lastiger dan het lijkt. Het is natuurlijk niet van het ene moment op het andere, hè, dus je leeft er wel naartoe. Als het dichterbij komt, het moment waar je eigenlijk al een afspraak voor gemaakt hebt met je opvolger, dan mag het wel. Alleen de afgelopen weken, moet ik zeggen, schiet ik steeds vol bij allerlei mensen met wie je al die tijd wat meegemaakt hebt. En dan gaan er allerlei films aan je voorbij van wat er allemaal gebeurd is. En dat is heel wat. In 35 jaar kan je dan ook heel veel herinneringen verzamelen. In een dienst met kerst, jaren geleden, dat ik door de politie gebeld werd of ik kwam bij een gezin hier in de buurt waar een beetje ruzie was. En ik kwam eraan, op kerstavond was dat. En daar, die deuren hebben hier een glazen onderkant, een bovenkant. Dus ik zag een heleboel glas liggen en een vreemd voorwerp. En daar bleek dus ruzie gekomen te zijn, omdat er een kalkoen was klaargemaakt door een vrouw wat meneer niet beviel. En die had veel gedronken, die had de kalkoen zo door de glazen voordeur gegooid. En zowel moeder als vader waren er hartstikke dronken. En daar zat een meisje van een jaar of zes heel zielig in een hoekje. En dat vond ik zo'n aangrijpend beeld. Daar heb ik toen gelijk een gedicht van gemaakt. En zo zijn er nog wel een aantal hele bijzondere dingen die ik misschien niet in de openbaarheid moet brengen. Die dan wel naar voren komen natuurlijk. Ja. Maar het zijn niet de herinneringen die op dit moment kopzorgen veroorzaken. Ik zie een beetje op tegen de afscheidsreceptie morgen, waar zich dus inderdaad tussen de 600 en 700 mensen hebben aangekondigd te komen. Ja. Ik had een praktijk van 2800 patiënten. Dus dan zullen daar natuurlijk een aantal mensen van komen, maar ik had niet gedacht dat er zoveel zouden zijn. Alle bezoekers van zijn afscheidsfeest krijgen een dichtbundel van hem mee. Ik wilde de patiënten die op mijn afscheidsreceptie komen een afscheidscadeautje geven. En ik heb in de afgelopen jaren eigenlijk ook altijd met kerst een gedicht gemaakt. Dus toen dacht ik, ja, die gedichten die hadden altijd ook iets wat in dat jaar gebeurde. Dus het vallen van de Berlijnse muur of de eerste zwarte president van Amerika, dat is verwerkt in dat gedicht voor kerst. En ik dacht, als ik nou die tientallen jaren dus met die gedichtjes laat uitgeven, dan hebben de mensen de periode dat ze met mij opgetrokken zijn, een overzicht en een aandenken. En dat ik het gewoon leuk vind om mensen met gedichten in aanraking te laten komen. Het christen zijn komt in veel van zijn gedichten terug en ook in zijn beroep bleef het niet achterwege. Dat medicijnen was eigenlijk ingegeven om wat te doen voor andere mensen, want dat was een belangrijke waarde in mijn christelijke omgeving. En dat is dus het de ander zien als een schepsel waar je verantwoordelijkheid voor draagt, dat was voor mij eigenlijk een reden. En ik heb niet voor niks daar een kruisje hangen. Dus dat mensen die hier zitten, sommige mensen ergeren je natuurlijk of die zeuren. En dan denk je, hij houdt ook van hen. Ja. Komen als een kind, zo begint vrij simpel zijn geschiedenis. Geboren worden en verder gaan in een nieuwe vorm van bestaan. Langs wegen gaan waar medemensen staan. Ik maak voor hem ruim baan om in mijn werk en ook daarna zijn gang te gaan.